Welkom, mijn naam is Victor Gijsbers en ik doseer filosofie aan de Universiteit Leiden. In deze serie lezingen wil ik met jullie door een beroemde filosofische tekst heen gaan, namelijk de Tractatus van Ludwig Wittgenstein. Nou, niet helemaal toevallig is er recent van mijn hand een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen, Tractatus, logisch-filosofische verhandeling, bij Boom Uitgeverijen. En die zal ik uiteraard gebruiken in deze lezingenreeks. De Duitse titel van de Tractatus is Logisch-Philosophische Abhandlung, vandaar Logisch-Philosophische Verhandeling. Maar het werk staat beter bekend als de Tractatus, omdat de Engelse vertaling getiteld is Tractatus Logico-Philosophicus. En ik zal het dan ook hebben over de Tractatus. De Tractatus is aan de ene kant een boek dat heel invloedrijk is gebleken en niet alleen in de filosofie, ook in de filosofie, maar niet alleen in de filosofie, maar ook allerlei schrijvers, kunstenaars, muzici hebben zich laten inspireren door de Tractatus. En sommige uitspraken uit het boek zijn beroemd geworden. He, uitspraken zoals bijvoorbeeld de allereerste stelling die we hebben, stelling 1, de wereld is alles wat het geval is. En nog veel meer, de allerlaatste stelling die we hebben, stelling 7. Ik pak het er even bij. Waarvan men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen. En tussendoor zijn er meer van dit soort stellingen die een bel doen rinkelen of die in ieder geval pakkend zijn. Pakkend als een echt goed aforisme of zelfs als een spreuk, zou je kunnen zeggen. Dus het is in die zin een heel aantrekkelijke tekst. Ook voor mensen die niet professioneel in de filosofie geïnteresseerd zijn of niet een hele stevige filosofische achtergrond hebben. Tegelijkertijd is het helemaal geen makkelijke tekst. Het is een tekst waar je veel werk moet doen om erachter te komen wat hij eigenlijk bedoelt. Het is een tekst die veel meer ongezegd laat dan dat hij zegt en uitlegt. Het is met andere woorden een tekst die, als je hem wil lezen, als je hem wil begrijpen, waar je wel een handvat kan gebruiken, waar je wel een steun kan gebruiken. En dat is precies wat deze serie lezingen wil zijn. Handvatten, steun, een gids bij het lezen en begrijpen van de Tractatus. De opzet is eigenlijk heel simpel. Ik ga gewoon aan het begin beginnen en ik ga er langzaam doorheen werken. En natuurlijk ga ik niet elke stelling in detail bespreken, maar ik zal er stellingen uitlichten, ideeën uitlichten waarvan ik denk dat ze speciaal interessant zijn of misschien speciaal verwarrend kunnen zijn. En die ga ik uitleggen, hopelijk op een manier die ervoor zorgt dat u als lezer de tekst met meer plezier en meer begrip zal kunnen lezen. Laat ik daar meteen bij zeggen dat de Tractatus een tekst is die aan interpretatie onderhevig is. Waar verschillende filosofen verschillende ideeën hebben over wat Wittgenstein nou precies doet, wat Wittgenstein precies bedoelt, hoe de gaten in de tekst zogezegd ingevuld zouden moeten worden. En dat betekent dat als ik iets uitleg dat het soms ook gewoon mijn interpretatie zal zijn of een interpretatie zal zijn. En niet per se de enig juiste lezing of de ware lezing. Is in het stadium van iemand die begint met het lezen van de Tractatus denk ik ook niet heel erg. We gaan nu de Tractatus lezen en als u na afloop denkt, ik wil hier veel meer over weten. Ik wil ook weten wat de verschillende interpretaties zijn en wat we met deze en deze passages nog meer zouden kunnen doen. Dan is er een gigantisch veld van secundaire literatuur waar u mee aan de slag kunt. Maar deze lezingen zijn echt een soort eerste gids om door de tekst heen te raken en een eerste idee te krijgen van wat Wittgenstein aan het doen is. Dat qua inleiding. Verder wil ik gewoon beginnen. En in deze lezing wil ik beginnen met het voorwoord en een aantal van de eerste stellingen van de Tractatus. Dus, laten we kijken naar het voorwoord. Overigens, de algemene strategie die ik zou toepassen bij het kijken van deze lezingen is deze. Ik zou eerst het stuk tekst lezen waar de video over gaat, dan de video kijken en dan dat stuk tekst nog een keer lezen met in het achterhoofd wat er zojuist gezegd en gezien is. Maar uiteraard bent u geheel vrij om te doen wat u zelf wil. Het voorwoord. Het voorwoord begint met een zin die angst in kan boezemen. Dit boek zal misschien alleen door diegenen worden begrepen die de gedachten die erin zijn uitgedrukt, of in ieder geval daarop lijkende gedachten, zelf al eens gedacht heeft. Oei,
Nou, als dat zo is, dan kunnen we eigenlijk meteen wel inpakken. Want wie heeft nou precies al die gedachten die Wittgenstein hier gedacht heeft, al eens eerder gedacht voordat hij de Tractatus openslaat en gaat lezen? Ik denk niemand. Gelukkig overdrijft Wittgenstein de moeilijkheid van het boek hier wellicht. We kunnen een heel eind komen. We kunnen wel degelijk iets leren van Wittgenstein. Waar gaat het boek over? Het boek behandelt de filosofische problemen. De filosofische problemen. Alle filosofische problemen? Nou, in zekere zin denk ik dat Wittgenstein wil zeggen dat hij alle filosofische problemen behandelt. Natuurlijk niet in die zin dat hij ze allemaal één voor één afgaat. Maar wel in die zin dat hij een kader schetst waarbinnen we de filosofische problemen te lijf kunnen gaan. Of waarbinnen we ze op een andere manier kunnen gaan zien. Op een andere manier tegemoet kunnen treden. Want wat Wittgenstein wil is niets minder dan een verandering bewerkstelligen in hoe wij filosofische problemen zien, hoe wij ze tegemoet treden, hoe we ermee omgaan. En we zullen dat zo aan het eind van het voorwoord nog een keer tegenkomen. Het boek behandelt de filosofische problemen en toont, zo geloof ik, dat de vraagstelling van deze problemen op een verkeerd begrip van de logica van onze taal berust. Men zou de hele bedoeling van het boek ongeveer in deze woorden kunnen vatten. Wat zich überhaupt laat zeggen, laat zich helder zeggen, en waarvan men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen. De filosofische problemen, zegt Wittgenstein, berusten op een verkeerd begrip van de logica van onze taal. En wat hij daarmee zal blijken te bedoelen is dat die filosofische problemen eigenlijk verwarringen zijn. Verwarringen in de taal. Wanneer wij een filosofische vraag stellen, waarvan we misschien denken dat het een hele diepzinnige vraag is, zijn we in feite verleid door de taal, door de grammatica van de taal en door ons onbegrip van de grammatica van onze taal, om iets te vragen dat je helemaal niet kan vragen. Om een antwoord te zoeken dat helemaal niet geformuleerd zou kunnen worden. En dus, denkt Wittgenstein, moeten we de taal begrijpen. We moeten begrijpen hoe onze taal werkt, wat er gezegd kan worden en wat er niet gezegd kan worden. Dan pas kunnen we de filosofie tegemoet treden op een manier die zinnig is, die ergens op slaat, waarin we voorkomen dat we verward raken in allerlei onzinnige gedachtenspinsels die eigenlijk kant nog wal raken. Dus dat is het radicale verhaal over filosofie dat Wittgenstein ons uiteindelijk zal willen vertellen. Nou ja, vertellen. Het is maar de vraag of hij het kan vertellen. Het is maar de vraag of zijn eigen verhaal gezegd kan worden. Of dat het een van de dingen is waar we eigenlijk over moeten zwijgen. En dat is iets waar we met name aan het eind van het boek uitgebreid op terug zullen komen. Ik lees even verder. Het boek wil dus het denken een grens trekken. Of liever gezegd, niet het denken, maar het uitdrukken van de gedachten. Want om het denken een grens te trekken, zouden we beide zijden van deze grens moeten kunnen denken. We zouden dus moeten kunnen denken wat zich niet denken laat. De grens zal dus alleen in de taal getrokken kunnen worden. En wat voorbij die grens ligt, zal simpelweg onzin zijn. En hier kondigt Wittgenstein een groot methodologisch probleem, zou je kunnen zeggen, aan van zijn eigen filosofische werk. Want iemand die ons wil vertellen wat het verschil is tussen zinvol en onzinnig taalgebruik, tussen de dingen die je kan zeggen en de dingen die je niet kan zeggen, daarvan zou je kunnen denken dat hij het volgende moet doen. Hij moet ons een lijst geven of een beschrijving geven van wat je kan zeggen. En hij moet ons een beschrijving geven van wat je niet kan zeggen. Maar ja, wat je niet kan zeggen, kan je niet zeggen. En je kan dus ook niet een beschrijving geven van datgene wat je niet kan zeggen. Nou, bijvoorbeeld in termen van denken te zeggen, wat niet denkbaar is, kan niet gedacht worden. En we kunnen dus ook niet de gedachte hebben, oh ja, dat en dat, wat ik nu denk, is ondenkbaar. Met andere woorden, zegt Wittgenstein, wat we eigenlijk zouden willen is een soort grens trekken tussen twee gebieden. Maar één van die gebieden is iets wat we niet kunnen beschrijven, niet kunnen denken. Waar we juist geen toegang toe hebben, of beter gezegd, waar eigenlijk helemaal geen gebied is. De hele gedachte dat wij weten dat er een gebied is waar we geen toegang toe hebben, dat er dus dingen zijn die we zouden, dat we de gedachte kunnen hebben van iets wat we niet kunnen denken, of dat we het kunnen hebben over iets waar we het niet over kunnen hebben, ja, dat gaat mis. Dat klopt niet. Dus het is een soort paradox, een soort spanning van tevoren ingebouwd in het hele project van Wittgenstein.
En opnieuw, dit is iets wat heel belangrijk gaat zijn en iets waar we uitgebreid op terug gaan komen in de Tractatus. Hij geeft volgens een paar indicaties over waar hij zijn gedachten vandaan heeft en dat hij vrijwel niemand gaat citeren en dat het hem überhaupt niet interesseert of hij originele gedachten heeft of niet. En dan uiteindelijk, aan het einde van het voorwoord, lezen we het volgende. Hij zegt dat de waarheid van de hier medegedeelde gedachte onaantastbaar en definitief schijnt en dat hij van mening is dat de problemen in essentie voorgoed zijn opgelost. En nu citeer ik: en wanneer ik mij hierin niet vergis, dan is nu de waarde van dit werk er in de tweede plaats ingelegen dat het toont hoe weinig er bereikt is wanneer deze problemen zijn opgelost. Dus Wittgenstein vertelt ons dat hij in dit boekje alle filosofische problemen oplost, maar dat de waarde van het werk er eigenlijk vooral in is gelegen dat wanneer je dat gedaan hebt, je inziet hoe weinig je daarmee bereikt. Ook dat is iets waar we nog heel uitgebreid op terug willen komen. Wat bedoelt Wittgenstein? Waarom denkt hij dat we heel weinig bereikt hebben wanneer we alle filosofische problemen hebben opgelost? Nou, dat heeft natuurlijk te maken met die spanning waar we het net over hadden. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat ja, eigenlijk die filosofische problemen helemaal niet zo diepzinnig waren als we misschien dachten, maar verwarringen waren. Dus ze oplossen, dat betekent niet meer in verwarring komen. Ja, hoeveel bereiken we als we dat hebben bereikt? Nou, opnieuw, is iets waar we naarmate het boek vordert meer over willen zeggen. Tot zoverre het voorwoord. Laten we eens gaan kijken naar de stellingen zelf. Het eerste wat ons opvalt is dat die stellingen zelf genummerd zijn. En Wittgenstein vertelt ons in een voetnoot dat die nummering een soort logische ordening aangeeft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn een soort van de hoofdstellingen. En dan heb je onder die stellingen hangen stellingen die ze verder uitleggen. Dus 1 wordt uitgelegd door 1.1. En als 1.1 verder uitgelegd moet worden, dan hebben we misschien 1.11 en 1.12 en 1.13, etc. En die zouden ook nog weer verder uitgelegd kunnen worden. Enzovoort. Dus die nummering suggereert een hele strakke, heldere, logische opbouw. En ik wil benadrukken dat dat op zekere hoogte een illusie is. Ja, soms is die nummering best wel behulpzaam en klopt het goed met wat Wittgenstein erover zegt, dat de subnummers, de hoger liggende nummers soort van verklaren, verhelderen. Maar dat is lang niet altijd het geval. Die subnummers willen ook wel eens kanten opgaan die je in de hoofdstelling helemaal niet ziet. En helemaal niet op die manier verhelderend werken. Bovendien is die nummering ergens nog heel mysterieus ook. En dat zien we meteen al op deze eerste pagina. Want onder nummer 2, de eerste stelling na nummer 2 is niet 2.1, maar 2.01. Ja, waarom? Wat doet die 0 daar? Is dit dan, 2.1 zou de eerste verheldering van 2 zijn, maar wat is 2.01? De eerste verheldering van de nulde verheldering van 2. Ja, geen idee. En later wordt dat zelfs nog gekker met twee nullen. Hoe dat precies werkt, daar kan je natuurlijk ideeën over hebben. Maar één ding is duidelijk en dat is dat Wittgensteins nummersysteem op de eerste pagina al niet meer voldoet aan het soort logische stramien dat hij suggereert in die voetnoot bij stelling 1. Oké, dat gezegd hebbende, laten we gaan kijken naar de stellingen die beginnen met nummer 1. Een heel klein stukje van het boek. De wereld, zegt Wittgenstein, is alles wat het geval is. De wereld is alles wat het geval is. Nou, zonder verdere uitleg, die Wittgenstein ons gelukkig wel gaat geven, zonder verdere uitleg is dat, ja, misschien een soort platitude. De wereld is alles wat het geval is. Ja, het is in ieder geval niet wat niet het geval is, denk ik. Wat wil hij hiermee? Wat bedoelt hij hiermee? Waarom zegt hij dit? Nou, om daarachter te komen, kijken we verder. 1.1. Hier gaat Wittgenstein een contrast maken tussen wat hij wil zeggen en wat iemand anders misschien zou willen zeggen. Hij zegt, de wereld is het geheel der feiten, niet der dingen. En daaronder vertelt hij ons dat de wereld is door de feiten bepaald en daardoor dat het alle feiten zijn. Want het geheel der feiten bepaalt wat het geval is en ook wat er allemaal niet het geval is. Oké,
Dus de wereld is het geheel der feiten, niet der dingen. Wat betekent dat? Nou, ik denk dat één manier om Wittgenstein te begrijpen hier, is door heel goed te kijken naar wat hij zegt in die stelling 1.1.2. Want het geheel der feiten bepaalt wat het geval is en ook wat er allemaal niet het geval is. Het geheel der feiten bepaalt wat er het geval is. Het geheel der feiten legt de wereld helemaal vast, zou je kunnen zeggen. Terwijl het geheel der dingen dat niet doet. Stel dat iemand tegen mij zegt, dit zijn alle dingen. En ik krijg vervolgens een lijst van alle dingen die er zijn. Weet ik dan hoe de wereld is? Nee, als ik alleen een lijst krijg van alle dingen die er zijn, dan lijkt het in ieder geval alsof ik nog helemaal niet weet hoe die dingen met elkaar samenhangen. Nou, om een heel simpel voorbeeld te geven. Ik heb hier een buste van Nietzsche. Dus hier zijn twee dingen die er zijn. Victor Gijsbers en een buste van Nietzsche. Daaruit kunt u volstrekt niet afleiden of ik die buste vast heb, wat in feite het geval is. Of dat die buste gewoon op mijn bureau staat. Of dat die buste in Afrika, in Kaapstad zich bevindt. Of dat die buste op een heel andere planeet is, enzovoorts. Geen idee. Om te weten hoe de wereld in elkaar zit, moet u niet alleen weten welke dingen er zijn, maar u moet ook weten hoe die dingen met elkaar samenhangen. U moet weten, niet alleen Victor Gijsbers en de buste van Nietzsche, u moet weten dat Victor Gijsbers de buste van Nietzsche vast heeft. Dat Victor Gijsbers de buste van Nietzsche vast heeft, iets wat achter een dat komt, dat Huppel de Pup het geval is, dat zus en zo het geval is precies wat Wittgenstein bedoelt met een feit. Een feit is iets wat achter een dat komt. Iets wat het geval kan zijn of wat niet het geval kan zijn. Dus wat Wittgenstein ons lijkt te vertellen is dat als we nou alle feiten weten, als we van alle dingen weten dat ze het geval zijn of niet het geval zijn, dan hebben we de hele wereld te pakken. Dan is de wereld volledig bepaald. Dan is duidelijk hoe de wereld in elkaar zit. Dus, de wereld is door de feiten bepaald en daardoor dat het alle feiten zijn. Die feiten, die dingen die achter een dat komen, zijn ook precies de dingen die we uitdrukken in zinnen. Dat ik de buste van Nietzsche vast heb, Victor Gijsbers heeft de buste van Nietzsche vast, dat is precies een zin. Is precies iets wat waar kan zijn of iets wat onwaar kan zijn. Dus zinnen, en dat zullen voor Wittgenstein de belangrijkste elementen van de taal zijn, datgene waar het in de taaltheorie echt om gaat, is het begrijpen van de zinnen. De zinnen drukken de feiten uit. Dus we zien hier ook onmiddellijk een soort connectie tussen aan de ene kant Wittgensteins metafysica of ontologie, het idee dat wat er echt bestaat, dat zijn de feiten, en aan de andere kant zijn taaltheorie. En waar het om gaat in de taal, dat zijn de zinnen. En zinnen zijn uitdrukkingen van feiten. Nou, dit zullen we nog in heel veel detail tegenkomen wanneer we verder het boek ingaan. Laten we even kijken naar de volgende stelling. 1.13. De feiten in de logische ruimte zijn de wereld. Wat betekent dat? De feiten in de logische ruimte zijn de wereld. Wat is dat, de logische ruimte? Hoe zijn feiten in de logische ruimte? Nou, Wittgenstein vertelt ons hier heel weinig op dit moment. Hij vertelt ons eigenlijk helemaal niet wat een logische ruimte is, hoe we daarover moeten nadenken. Maar het is misschien nuttig om daar toch een soort mentaal beeld van te vormen. En hier is een manier om te beginnen met ons daar een mentaal beeld van vormen. Laten we ons voorstellen dat we een soort tweedimensionaal assenstelsel hebben. Dus met een verticale en een horizontale as. En op de verticale en de horizontale as zetten we de mogelijkheden, twee soorten mogelijkheden, voor hoe een bepaald object zou kunnen zijn. Dus laten we weer die buste van Nietzsche nemen. En op de verticale as zouden we kunnen zetten allemaal gewichten. Hoe zwaar is die buste van Nietzsche? En dat laten we van 0 gram oplopen tot in het oneindige. En misschien dat we op de horizontale as een soort allerlei mogelijke volumes kunnen zetten.
Van 0, die buste van Nietzsche heeft volume 0, tot nou, die is 1 liter of 2 liter of 3 liter. Een hele scala aan volumes. Nou, deze buste van Nietzsche heeft een bepaald gewicht en deze buste van Nietzsche heeft een bepaald volume. En daarmee correspondeert nu één punt in ons assenstelsel. Het punt dat wij op de hoogte van het juiste gewicht en horizontaal op bij het juiste volume staat. Dat punt correspondeert met wat waar is over mijn buste. Dat punt correspondeert met de uitspraak, zouden we kunnen zeggen, dat, en ik gok nu wat, dat deze buste 500 gram weegt en een inhoud van 0,1 liter heeft. 500 gram en 0,1 liter. Dat is één punt in mijn grafiek. En dat zouden we een feit kunnen noemen. Het feit dat de buste 500 gram weegt en de inhoud 0,1 liter heeft. Op die manier kunnen we de punten in mijn grafiek, de punten in ons assenstelsel, identificeren met bepaalde feiten. Maar, en dat is goed om meteen in te zien, niet alleen de punten. Het is bijvoorbeeld ook een feit, in dit geval, dat mijn buste van Nietzsche 500 gram weegt. En waarbij ik niks zeg over wat zijn inhoud is. Dus de buste van Nietzsche weegt 500 gram. Dat laat helemaal open wat zijn inhoud is. En dus zouden we kunnen zeggen dat als ik de uitspraak doe, de buste van Nietzsche weegt 500 gram, dat ik dan een bepaald gebied in mijn assenstelsel aanwijs of definieer. Namelijk het gebied van al die punten die corresponderen met het idee dat de buste 500 gram weegt. Dat zou in dit geval een soort horizontale lijn zijn van alle punten die bij 500 gram horen en dan steeds alle verschillende volumes, nou ja, hoort daar nog een punt bij. Dus een lijn in het assenstelsel, bijvoorbeeld de lijn van alle punten die bij 500 gram horen, maar waarbij het volume nog helemaal open ligt, er zijn eigenlijk ook een feit. Namelijk in dit geval het feit dat de buste 500 gram weegt. En uiteraard zal elke andere horizontale lijn, maar ook elke verticale lijn, ook op die manier een feit kunnen zijn. En als we er zo over gaan nadenken, dan kunnen we eigenlijk elk gebied in mijn assenstelsel met een bepaald feit laten corresponderen. Dus als ik bijvoorbeeld het vierkantje neem van 0 tot 100 gram en van 0 tot 0,1 liter, een soort dat hele vierkantje in mijn assenstelsel, zouden we kunnen zien als het feit dat de buste minder dan 100 gram weegt en een volume kleiner dan 0,1 liter heeft. En op die manier kan elk gebied van het assenstelsel corresponderen met een bepaald feit. Nou, als we nu niet alleen naar mijn buste zouden kijken, maar als we naar alles in de hele wereld zouden kijken, dan kunnen we ons die wereld voorstellen. Of beter gezegd, dan kunnen we ons alle mogelijkheden voor de wereld voorstellen als een assenstelsel met gigantisch veel dimensies. En misschien wel oneindig veel dimensies. Die corresponderen met alle eigenschappen van alle dingen in de wereld. Een punt in dat assenstelsel, gewoon één punt, zou neerkomen op het precies vertellen wat alle eigenschappen in de wereld zijn. En wat alle dingen zijn, hoe alle dingen met elkaar samenhangen. Zou precies definiëren hoe de hele wereld is. Dus een punt in dat assenstelsel, een punt in die logische ruimte, is een exacte specificatie van de hele wereld. Grotere gebieden in dat assenstelsel zijn vagere verhalen over de wereld. Bijvoorbeeld de claim dat de buste van Nietzsche op mijn bureau is, wat op dit moment inderdaad het geval is, dat bepaalt een bepaald stuk van die logische ruimte. Namelijk het stuk van die logische ruimte dat correspondeert met alle werelden waarin de buste van Nietzsche op mijn bureau is en verder alles nog het geval kan zijn. Omdat we alle andere dingen nog niet hebben vastgelegd, nog niet hebben besproken. Dit is ongeveer de manier waarop Wittgenstein wil denken over die logische ruimte. We moeten de logische ruimte zien als de ruimte van alle mogelijkheden. En wanneer wij iets zeggen over de wereld, dan beperken we eigenlijk waar in de logische ruimte we die wereld moeten zoeken. Alle informatie die ik geef, informatie zoals
De buste van Nietzsche is op mijn bureau, beperkt het deel van de logische ruimte waar we de wereld nog zouden kunnen vinden. En alle feiten, alles waarvan ik kan zeggen dat en dat is het geval, of dat en dat is niet het geval, alle feiten kunnen we zien als bepaalde gebieden in die logische ruimte. Het gebied dat correspondeert met werelden waarin de buste van Nietzsche op het bureau is. Dus, een uitgebreid verhaal over een hele kleine stelling. Die stelling, de feiten in de logische ruimte zijn de wereld. Maar dat zal ons prepareren voor andere dingen die Wittgenstein later claimt over die logische ruimte. En over de aard van wat hij tautologieën en contradicties zal noemen. Enzovoorts, enzovoorts. Eén ding dat nog heel belangrijk is en goed past bij het verhaal wat ik net over de logische ruimte heb verteld, is wat Wittgenstein zegt in stelling 1.21. Hij vertelt daar over die feiten het volgende. Deze kunnen het geval zijn of niet het geval zijn, terwijl al het andere hetzelfde blijft. Feiten kunnen het geval zijn of niet het geval zijn, terwijl al het andere hetzelfde blijft. In eerste instantie lijkt dat heel onwaar. Hier is een voorbeeld. Eén feit is het feit dat de buste van Nietzsche op mijn bureau is. Oké, dat kan het geval zijn of dat kan niet het geval zijn. Hier is een andere claim. Dat de buste van Nietzsche onder mijn bureau is. Oké, dat kan het geval zijn of niet het geval zijn. Maar die twee dingen zijn niet onafhankelijk van elkaar. Hè? Het is niet zo dat de buste van Nietzsche op mijn bureau kan zijn en dat de buste van Nietzsche onder mijn bureau kan zijn. En dat kan niet allebei. Dus of het wel of niet het geval is dat de buste van Nietzsche op mijn bureau is, en of het wel of niet het geval is dat de buste van Nietzsche onder mijn bureau is, dat zijn twee feiten die helemaal niet onafhankelijk van elkaar zijn. Waarvan je helemaal niet kan zeggen dat ze het geval of niet het geval kunnen zijn, terwijl al het andere hetzelfde blijft. Als ik ervoor zorg dat de buste van Nietzsche onder mijn bureau is, als ik dat het geval maak, dan moet ik automatisch ook ervoor zorgen dat het niet meer het geval is dat die buste van Nietzsche op mijn bureau is. En dat is maar één heel simpel voorbeeld in een oneindig scala van voorbeelden die we kunnen bedenken, van feiten die niet onafhankelijk zijn, die iets met elkaar te maken hebben. Dat als je het ene hebt, je het andere ook moet hebben of juist niet kan hebben, enzovoorts, enzovoorts. Dus waarom zegt Wittgenstein dit? Nou, wat we eruit af moeten leiden, is dat Wittgenstein hier aan het begin van de Tractatus het eigenlijk over een heel bepaald soort feiten wil hebben. Namelijk over wat in de literatuur meestal atomaire feiten genoemd worden. Atomaire feiten zijn een soort van de kleinste feiten die er zijn. Het zijn feiten die inderdaad waar of onwaar kunnen zijn, onafhankelijk van alle andere feiten. In de eerste Engelse vertaling van de Tractatus, waar Wittgenstein zelf min of meer zijn goedkeuring aan heeft gegeven, werd het woord Tatsache, dat ik vertaald heb met feit, dan ook vertaald als atomic fact, atomair feit. Nou, dat is als vertaling denk ik niet heel terecht. Dat staat er gewoon niet in het Duits. Maar het is wel waar Wittgenstein het hier over heeft. Hier op dit moment bedoelt hij met Tatsachen, met feiten, atomaire feiten. Dingen die onafhankelijk van elkaar het geval kunnen zijn. En wat we heel graag van Wittgenstein zouden horen, denk ik, en waar we misschien wel een beetje van balen dat hij het ons niet vertelt, is wat zijn dat dan, die atomaire feiten? Het is helemaal niet zo makkelijk om een feit te bedenken dat onafhankelijk is van alle andere feiten. En zelfs zoiets simpels als de buste van Nietzsche is zwart, is niet onafhankelijk van de buste van Nietzsche is groen, de buste van Nietzsche is rood, er is een buste van Nietzsche, enzovoort, enzovoort. Dus wat zijn die atomaire feiten? Wat zijn die feiten die inderdaad de dimensies kunnen vormen van de logische ruimte? Waarin ik elk punt kan kiezen, waarin ik van elke as kan bepalen waar ik ben, en dan van de volgende as en dan van de as daarna, in dat assenstelsel, zonder dat een keuze bij één as me dwingt om bij een andere as ook een bepaalde keuze te maken.
Wat zijn die assen? Wat zijn die atomaire feiten? Daarover vertelt Wittgenstein ons niets. En dat is iets waar we ons maar het beste meteen bij neer kunnen leggen. Wat Wittgenstein in de Tractatus gaat doen, is hij gaat laten zien dat als taal functioneert, dan moet de taal op een bepaalde manier werken, dan moet de wereld op een bepaalde manier in elkaar zitten. En één ding dat het geval moet zijn, volgens Wittgenstein, is dat er atomaire feiten zijn. Dat er feiten bestaan die onafhankelijk van alle andere feiten wel of niet het geval kunnen zijn. Dat moet de basis, het substraat haast van de wereld vormen. Wat die basis dan is, hoe die feiten er dan uitzien, dat weet Wittgenstein niet. En daar vertelt hij ons ook niks over. Dat is ook niet iets volgens hem dat je door een puur filosofisch onderzoek zou kunnen achterhalen. En ja, dat is best een beetje frustrerend. Als lezer kunnen we toch wel denken van ja, verrot, wat zijn die feiten? En sommige lezers, met name in de vroege interpretatie van de Tractatus, vulden dat voor Wittgenstein in, op een manier die bij hun eigen filosofie paste. Het is decennia lang heel gebruikelijk geweest om te denken dat Wittgenstein met die feiten natuurlijk bedoelde bepaalde ervaringen die wij hebben. De ervaring van een rood vlekje of zo. Maar hij zegt dat nergens. En ik denk ook dat er goede redenen zijn om te denken dat hij dat helemaal niet geloofde. Dat hij echt niet weet wat de elementaire feiten zijn, wat die atomaire feiten zijn. Net zoals, zullen we heel binnenkort zien, hij niet weet wat de elementaire dingen zijn. De kleinste dingen in de wereld. De echte dingen. Dus, daar zullen we ons mee moeten verzoenen. Wittgensteins verhaal is in die zin abstract dat hij niet kan aangeven wat er in de wereld concreet correspondeert met zijn basale termen. Zoals, nou ja, een feit of een ding. Laten we proberen om die abstracte structuur te begrijpen en in ons achterhoofd houden dat het ja, misschien wel enigszins zorgwekkend is dat Wittgenstein ons geen voorbeelden kan geven. En misschien is er wel iets problematisch aan dat hele logische bouwwerk, want waarom kan hij ons anders geen voorbeelden geven? Nou, dat is iets wat in de Tractatus niet zo heel erg naar voren komt, wat Wittgenstein later in zijn latere werk wel degelijk heel veel hoofdbrekens gaat bezorgen. Tot zover de stellingen 1. Ik ben daar ontzettend uitgebreid op ingegaan. Veel uitgebreider dan ik op veel andere passages in het boek in zal gaan. Maar het is denk ik goed om hier alvast een paar duidelijke verhelderingen te hebben die ons in staat stellen om deze eerste stellingen beter te begrijpen en om dus ook wat daarna komt beter te begrijpen, in te passen en te koppelen.